Laserloods Nijmegen organiseert 3 dagen lang met behulp van evenementenbureau Stormgevers een spookhuis in de donkere gangen van de Fasim. Managing Director Michael Snoek is verantwoordelijk voor het spookhuis. Hij doet een gedurfde belofte. Het wordt zeker het engste spookhuis van de Benelux. En waarom? Dat zullen jullie zelf moeten ervaren. Wat jullie kunnen verwachten is veel spanning en sensatie, veel special effects en heel veel horror. Het schrikt veel mensen af dat zij een gezondheidsverklaring moeten tekenen. Ja, mensen denken dat ze ook echt daadwerkelijk naar de dokter moeten om een gezondheidsverklaring te tekenen. Dat is natuurlijk niet zo. Bij de ingang zullen ze een contract moeten tekenen. En achter op het contract staat ook dat ze zichzelf gezond moeten verklaren. En dat is voor ons de gezondheidsverklaring. De Stormgevers regelt veel bijzaken. Zo wist directeur Frank Verwijt voor elkaar te krijgen om de Fasim als locatie voor die gelegenheid te mogen gebruiken. We zijn in gesprek gegaan met de beheerders van de Fasim, dat zijn Mia en Regina. Die waren eigenlijk al meteen dol enthousiast over wat wij hier wilden gaan doen. We hebben gezamenlijk gekeken of het wel kon. Het is nog wel een opzet en of de gangen beschikbaar waren en veilig genoeg voor de spookhuis die ongeveer 25 minuten duurt, de spooktocht. En dat ging allemaal goed. En die samenwerking ging top en de vergunning is afgegeven. En we hopen dat we dit jaar een successie hier krijgen, zodat we het volgend jaar weer kunnen doen. Hier zit natuurlijk veel tijd en werk in. Daarom is er een duidelijke taakverdeling. De Stormgevers die pakken de productie op en de organisatie van het totale evenement. De spookhuis doen we eigenlijk niks aan als Stormgevers. Dat doet Laserloads, daar ligt zijn specialiteit ook in. Wij doen de productie eromheen en proberen gezamenlijk met de beheerders van het Fasim dit spookhuis uit de grond te trekken.